We gaan vanavond naar een bespreking coalitieakkoord voor Overvecht. Wat hebben de bewoners eraan? Dat gaan we vragen en luisteren en horen en zien. Wat voor vergadering is het? Dit is de wijkraadvergadering. En de wijkraad is een adviesorgaan van burgemeester en wethouders. En wij adviseren hen dus over dingen die wij belangrijk vinden in de wijk. We zijn de oren en de ogen van de wijk. Dus wij kijken wat is nou belangrijk voor de bewoners. En dan adviseren we aan BNW als we vinden dat zij daar iets mee moeten doen. En wat hebt u nog meer besproken? Het coalitieakkoord, want de wethouder was er, Kees Diepenveen, zoals wijkwethouder. En die moet natuurlijk de komende jaar het coalitieakkoord in de wijk gaan uitwerken. En Overvecht wordt ook regelmatig genoemd in het coalitieakkoord. Dus dat is belangrijk om dat met hem te bespreken. Fijn dat ik hier mag zijn en kan zijn vandaag. En ik hoop ook niet voor laat, want ik hecht wel aan goede contacten in de wijk. Ik heb vanavond ook gezegd, ik ben niet alleen wijkwethouder en dat vind ik op zich al heel eervol en belangrijk om te doen. Maar we hebben Overvecht in deze coalitie, in deze periode ook benoemd als een apart programma. Waar heel veel dingen in samenkomen, want het gaat over de thema's van de versnelling, dus over gezond opgroeien, over samenleven, over veiligheid en werk. Maar het gaat ook over het groen, over de openbare ruimte, over het wonen, over het verkeer. Over het onderwijs en de cultuur. We hebben in ons coalitieprogramma heel veel dingen benoemd waar we de komende tijd in en met Overvecht aan willen gaan werken. Het heeft ertoe geleid, en dat is deel van de versnelling, dat er 100 Overvechtse jongeren ofwel naar opleiding ofwel naar werk zijn doorgeleid. Ik woon hier vaak bij het Vechtzoonpark. En daar hebben we heel veel last van hangjongeren en crossende motoren en scooters. En als je daar een klacht over indient, dat we daar eigenlijk weinig of niks van horen. En je kan blijven schrijven eigenlijk. En het is een wandelgebied. En net zoals dat gebied om de voetbalvelden heen is ook al 50 jaar een wandelgebied. En sinds dat het nieuwe wijk gebouwd is van het Antoniuskwartier, vinden ze het maar heel normaal om daar te mogen fietsen en met de scooters en met motoren te rijden. En als je daar wat van zegt, dan krijg je een kat. Maar heeft u het ook wel eens gevraagd aan de wijkvereniging? Nee, wel bij de wijkbureau heb ik wel bij de gemeente dan dat ze er wat aan kunnen doen. Dat ze het bij duidelijker moeten maken dat het een wandelgebied is. Maar je krijgt geen antwoord. Ook gelijkertijd de 30 kilometer zones meenemen binnen de trein. We hebben een werkgroep verkeer samen met het bewonersplatform. En die adviseren over alle verkeersonderwerpen. Maar die moeten natuurlijk een paar uitgangspunten hebben, een paar principes waar ze op gebaseerd zijn. En die hebben we vandaag besproken. Ik heb vanavond in het overleg met de wijkraad, waar we nu net vandaan komen, ook veel dingen gehoord van de mensen hier. Maar ook dingen teruggegeven van, als je bijvoorbeeld denkt aan jongeren met een beperking, was een van de mensen die dat noemde. Kom met namen, kom met voorbeelden. Dan kunnen we samen kijken wat voor initiatieven we kunnen ontwikkelen voor groepen die vergeten worden in de wijk. Als we niet oppassen. Nou, ik proef vanavond veel betrokkenheid en goede suggesties. Dus daar kunnen we verder mee. En als u iets ziet dat u zegt van daar moet iets aan gedaan worden, wat zou u gaan doen? Vragen. De samenwerkende partijen, GroenLinks, D66, ChristenUnie, die samen de meerderheid in de raad vormen. In goed overleg met de hele gemeenteraad gaan we de komende tijd ons sterk maken voor deze wijk.